Dit is het plattegrond van Rotterdam. Die Hoogstraat is ruim een kilometer lang. De namen zeggen het al, die lag hoog. En waarom? Omdat het een dijk was. Het was echt gezellig, altijd druk. En had je op die hoek daar, had je het Astra Theater. Dat was een typische jongensbioscoop. Daar stond als portier een cowboy voor de deur. En dan pakte die zijn revolvers uit zijn holster en dan draaide die zo met die revolvers. Want dat deden die helden ook allemaal. Hè. En dan liet hij ze zo weer erin vallen in die holster. Nou, dan keken ze de ogen uit. En die draaide hoofdzakelijk cowboyfilms die voor een grijpstuiver konden worden bekeken door de jeugd. Maar zonder dat ze het wisten, werd de jeugd, om het op z'n Rotterdams maar te zeggen, goed belazerd. Want als daar op zondagmiddag een hele rij nieuwe jeugd stond voor de volgende voorstelling, dan zei de eigenaar gewoon boven tegen de cabine, jongens, dia ervoor. En dan hadden ze een dia, daar stond op einde. En dan midden in de film werd die dia ervoor geschoven. Nou, ze noemden het vleugentheater. Want ze zeiden dat er zoveel vleugen waren. Nou, ik heb nog nooit last van vleugen gehad. Echt waar niet. Wat er wel waren, dat waren van die kanjers van ratten. Want wat is er nou het geval? Die kinderen die zaten allemaal te snoepen en dan kremmelde dat natuurlijk op de grond. Ze zaten allemaal olienoten te eten, want dat was lekker goedkoop. En dan zaten ze te pellen. Dus die grond die zat vol met levensmiddelen, zou ik maar zeggen. Er was daar nog iets, er kwamen zoveel jongelui en dat heb ik dan weer gehoord van een operateur die daar zat. Er was een balkon in bij Asta en dan zat dat vol met jongelui. En dat werd dan na afloop van de voorstelling met een spuit schoongespoten vanwege de urine die er allemaal lag, want dat lieten ze allemaal maar lopen. Want het was veel te spannend op het doek, dus je ging de zaal niet uit. Ja, het Asta Theater zat op de Hoogstraat, maar het City Theater zat er en het Thalia Theater zat er ook. Het City Theater, dat was een gewoon gerenommeerd theater, daarbij je naar de film en waar je niet belazerd werd. Nou, dat moet het City Theater zijn. City, dat was net een middenklasse. Dat was ook al een mooie bioscoop hoor. En aan diezelfde kant zat ook het Thalia Theater van Abraham Tuschinski. Dit, dat donkere, dat is Thalia. Een elite bioscoop is overdreven om te zeggen, maar Thalia had wel altijd een programma van de betere film. Tuschinski, die zag dat er kwamen mensen op de klompen in die tijd, de bioscoop in. En dat was een geklos op de vloer, dus Tuschinski die zei, ik ga daar het tapijt neerleggen. Een van de eerste, luxueus moest het worden. Alleen de mensen waagden het niet, waren ze niet gewend om met die vuile klompen over het tapijt heen te lopen. Dus die gingen daarnaast lopen. En toen heeft Tuschinski hekjes neergezet. Ze moesten over het tapijt lopen. Ja. En in het Thalia Theater, daar ging dan met mijn vrijer, heette dat vroeger, hè? Niet verloofde, gewoon vrijer. Ging hij naar het Thalia Theater. Dat was die mooie bioscoop. En daar heb ik eens een keertje, ik had mijn belijdenis gedaan, had ik van mijn oma had ik een mooi kettinkje gehad. Met, hoe heette die? Net steentjes, net... Strass. Nee, geen strass. Nou ja, doet er niet toe. En daar was ik, dat kettinkje, gingen we naar de bioscoop en daar ben ik daar mijn kettinkje verloren. Dat vond ik zo erg. Aandenken van mijn oma. Ja, maar ja, ik terug.
Ja, dat hebben ze natuurlijk nooit gevonden, zeggen ze. In Rotterdam waren al die, de meeste theatertjes, bioscopen, waren allemaal opgekocht door Tuschinski. Grand Theater, Thalia, Olympia, Royal. Ja, totdat hij thuis was gekomen. Ik weet wel, het bombardement was op een vrijdagmorgen, was stralend weer en hoorde in de verte die vliegtuig hoorde. De dag van het bombardement, of ik daar herinneringen aan heb, nou, je hoorde de bommen vallen hoor, en dan zo, boem, was viel er weer eentje. Het heeft dagenlang geduurd voordat Rotterdam uitgebrand was. Ik zou niet weten wat er nou nog leuk aan de Hoogstraat was. Het is nou geen bal meer aan. Nee, die Hoogstraat is nooit meer de oude Hoogstraat geworden. Ja, ik zou nou de tijd meer weten wanneer ik voor het laatst in de bioscoop ben geweest. Tegenwoordig is voor mij een bioscoop volledig sfeerloos. In alle opzichten. En die sfeer van toen, die is weggegaan vanaf het moment dat men het gordijn ging vergeten. Als je nu binnenstapt, dan zoek je het zelf maar uit. Je moet zelf de deuren dicht doen en dan sta je in een half donkere ruimte met een hele schaarse verlichting. En dan heb je eindelijk, ben je tegen die tribune opgeklommen en dan heb je een plaatsje gevonden, daar zit je dan. En wat zie je dan? Dan zit je 10 minuten naar een enorme rouwkaart te kijken. Een grote witte kaart met een zwarte lijst erom. Noem mij eens, behalve de Witte Witstraat misschien tegenwoordig, na zoveel jaar, noem me nou eens een plaats waar het echt gezellig is, waar iedereen bij elkaar komt. Ik zou het niet weten. En toch, zeg ik, er is geen fijnere stad dan Rotterdam.